De politie heeft woensdag een Arnhemmer aangehouden in Lievelde in verband met een inbraak en brandstichting eerder die dag. Rond 4 uur in de middag kreeg de politie een melding van een brand in een schuur aan de Gastveldsdijk. Eenmaal ter plaatse werd duidelijk dat er sprake was van een inbraak, gevolgd door brandstichting. Een getuige zag een auto kort voor de brand wegrijden en maakte een foto van het kenteken. Later werd het voertuig door 2 agenten gezien en werden inzittenden, waaronder een 36-jarige man uit Arnhem, aangehouden.